Kijk, Donde heeft een onderbroek op haar hoofd. Hey, maar daar. Het is vandaag zondag. Ik ga weer eens na een lange tijd op een oefenwedstrijdje. We gaan oefenspringen. Ik ga het samen met Blondie doen. Dus ik ga Blondie klaarmaken. Maar eerst gaat ze even in de stapmolen. Ik heb Blondie in de trainer gezet en we gaan nu naar Chardon toe. Inmiddels een kwartiertje later. En we zijn er al. We zijn heel veel te vroeg, maar dat maakt niet uit, want dan hebben we geen stress. Ik ga mijn taak als moeder doen, opruimen. Ja, dat laatste ziet er dan niet zo aardig uit, maar dat doen jullie wel samen. Je, zit een, je moet die losmaken, dan zit hij niet in haar neus. Been mooi lang en zorg dat je iets meer je kuiten aan hebt, iets minder je sporten. Buitenpeugel, buitenbenen, gewoon lekker rijden. Lekker rijden. Goed, nou, lekker galopperen, nog een keer. Iets meer galopperen, kom maar. Niet hard, maar dat je wel voelt dat het onder de indruk is van je been. Heel goed. Mooi gewacht in je lichaam, kom maar nog een keer. Zo, ja. Heel goed. In de wending mooi naar voren rijden, hè? Thank you.
Zo dan. Lekker de galop houden. Oh, ze staat erop bij. Ja, het zit al goed. Oh, jammer. Goed zo. Het is wel jammer dat je niet voelt dat hij niet in de knop zit. Ja, blijf maar even. Super. Nu moet je wel even naar de toe. Ja, kom er maar. Hartstikke goed. Goed je linker teugel, linker been eraan. Ik heb net samen met Blondie het oefenspringdingetje gedaan. Het ging echt heel erg goed. Super trots op haar. Daan is nu wel onderweg naar huis. We gaan Blondie in de trailer zetten en dan gaan we hetzelfde doen. Het is vandaag maandag. Ik wil even mijn verhaal kwijt. Want we gaan weer in een lockdown. De scholen gaan... Nou ja, het is vandaag maandag en het is uitgelekt wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Dus er komt waarschijnlijk weer een lockdown van een maand. Van, laat ik even kijken, 16 december tot 19 januari. Dus dat is een maand lang. De scholen gaan weer dicht, de kappers, de schoonheidsspecialisten, heel veel verschillende dingen gaan weer dicht. Restaurants, volgens mij waren die al dicht, maar dat is natuurlijk echt heel erg naar. En daarom wil ik even tegen jullie zeggen, ja, klinkt misschien heel erg raar, maar stay safe. En dat wil ik zeggen omdat ik het echt niemand gun om zoiets te krijgen of zelfs erge dingen dat er kan gebeuren. Dus draag dan ook een mondkapje voor de veiligheid op openbare gelegenheden. Het is al sinds 1 december verplicht, maar toch zie ik mensen die het mondkapje niet dragen. Ik ga er zelf ook gewoon goed mee om. Als ik in de stal loop, dan heb ik hem op en dan doe ik hem ook weer af en kom ik voor de rest niet meer aan het mondkapje, omdat als het aan je vingers zit, kan je alsnog het virus via je handen krijgen. En als je dan lekker overal aan je mondkapje gaat zitten, dan heeft het eigenlijk geen nut. Ik heb ook een mondkapje met een filter erin en ik ga hem hierna even wassen. Want ik ga hem nu aanraken en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik heb hierin heb ik ook nog een filter om alles, alle virussen en dingen die niet goed voor je zijn, die weg te houden. Ik heb hier ook een paar van en die verwissel ik. Nou, verwissel ik die... doe ik soms wel eens omwisselen. Dus deze gaat nu ook weg. En daar komt een nieuw iets voor. Dus dit is mijn mondkapje die ik gebruik. Op school gebruik ik ook een mondkapje. En eigenlijk overal waar ik ben. Ik heb ook verschillende mondkapjes. Dat ik ze ook... als ik sommige aan het wassen ben. Dat ik andere kan gebruiken. Want ik heb bijvoorbeeld ook twee van deze. Deze zijn het veiligste die ik heb. Omdat er natuurlijk filters in zitten en zo. En om jezelf nog veiliger te houden, doe ook je handen vaak wassen en desinfecteren. Want dat is ook wel heel erg belangrijk. Want op je handen is natuurlijk een grote bacteriebron, coronabron. Want hiermee raak je natuurlijk alles aan. En ja, dat is gewoon handig om dat vaak te wassen. Dus dit is even een kleine mededeling voor jullie, want ik vind het gewoon echt heel erg naar wat er nu allemaal gaande is. Dus hashtag stay safe. Vanavond is het springavond. Dus we gaan eerst weer eventjes zo met de balken met één galopsprong ertussen. Dat we niet zozeer de afstand hoeven te rijden op de sprong, maar gewoon lekker op de balken en dan dat de sprong daar vanzelf is. En dan gaan we daarna lekker op het koord springen. Makkelijk zitten, hou mooi recht. Makkelijk zitten. Hou mooi recht. Goed zo. En blijf met je billen een beetje luchtig, hè? Stop die niet te diep in die zadel. Hou de balans op de bal van je voet.
Ja, goed. Als je dus had de volgende keer, als je voelt dat het bij de bal niet helemaal lekker past, geef dan niet gas, maar druk hem niet met die kuiten naar voren. Ja, makkelijk zitten. Makkelijk zitten. Oh, super! En meteen weer gaan op. Zo, ja. Maar even, zijn je bovenbenen en je knieën mooi los? Zijn je hakken goed laag? Had je nog iets meer bij mogen duwen, hè? Voel je dat? Ja. Dan was het net nog een beetje meer die handen. Ja, goed zo. Allebei nog een keer. Als ze goed zijn, mag je even stappen. Buiten naar voren duwt. Ja, goed opgelost. Zo moet je het bij je handen doen. Makkelijk zitten. En stuur de hals en de schouders, hè? Niet te veel de neus. Luchtig aan de voorkant. Ja, zo ja. Dat je dan niet nog een hupje bij krijgt, hè? Dat is belangrijk. Heel goed. Super. En ben je zelf bewust dat je bovensprong ook mooi die hakken laag houdt? Makkelijk zitten. Heel mooi, best. En los zitten, zelf niet stroom zijn in je lijf. Zuren. Goed zo. Lekker rijden, los zitten. Kijk waar je naartoe gaat. Goed zo. Kijken waar je toe gaat. Buiten teugel, buiten been. Ja. Oh. Oh. Nou, je had een hele weerwissel. Oh. Goed zo. Kijk waar je toe gaat. Blijf ondersteunen met je been. Goed zo. Je gaat op, snel weer gaan. Oh. Ja, deur aan. En als het strak wordt, zelf weer los zijn, hè? Ja. Reden. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Zo, kijk ook. Oh, buiten de buitenbeen, hè? Goed. Oké. Kijk eens. Oh, even de goede galop. Oh. Even een rondje stap, even een rondje stap. Goed zo. Hoef niet anders te rijden. Dat zo'n afstand een keer net wel of net niet klopt, dan geeft het helemaal niks op. Dat is gewoon en ervaring van jou en ervaring van haar. Ja. En hoe meer wij haar kunnen leren om mooi in die springgalop te blijven, en dat het een keer wel past, een keer niet past, gaan die paarden ook een beetje opletten. Ja hoor. Maar als je merkt, ze houdt een beetje in, dan mag je meteen een beetje extra aandoen, hè, met je been. Even die springgalop opzoeken. Goed. En goed met die buitenteugel buitenbeen, hè? Daar stuur je mee dat je met je binnenbeen eigenlijk bijna naar voren kunt blijven. Ja, dan mag je hem daar echt wel een keer wat feller daar met je been zijn, hoor. Goed zo. Dus je zit daar gewoon een beetje in te houden. Goed maar. Goed. Onderweg steeds in jezelf weer lang. Ja, zo. Hartstikke goed. Oh, goeie galop. Oh. Goed. Zo. Kijk waar je naartoe gaat. Tijd, hè? Goed. Daar. Mooi naar de sprong. In je lichaam wacht je op de sprong, maar je been blijft mooi die achterbenen naar voren rijden. Kijk wat je gaat doen. Kijk wat je gaat doen. Zo. Makkelijk zitten, knieën mooi los. Kijk wat je gaat doen. Kijk wat je gaat doen. Ja, super.
Even je galop herstellen. Ja, keurig. En dan doe je hem lekker uitwerken, Tess. Hartstikke goed hoor. Nou, dan zitten we toch zo'n beetje 60, 70 te springen hoor. Hartstikke goed. En van die groene naar die gele, deze ietsje twijfelen, waardoor je een soort 5,5 galopsprong had. En dan hier had je mooi naar voren op 5. Hartstikke goed. Oh ja. Ja, goed zo. Bocht eruit nemen. Ja. Goed zo. Kijk, ze heeft de spierpijn van in de billen. Heel erg bedankt. Top, geen dank. Lekker gereden. Ja, dit was het. Ja, dit was het. Okay. Ik heb net springles gehad samen met Blondie. Dat ging echt heel erg goed. Ik heb Blondie opgevoed, dus ze kan nu gewoon blijven staan als ik in de buurt blijf. En dan kan ze even kriebelen en zo. Het ging vandaag echt heel erg goed. Wat minder is dat we aan het eind gingen we nog extra sprongetjes erbij doen. Dus dan moest je in een soort gebroken lijn gaan. En dat vond ik best wel heel erg lastig. Maar aan het eind had ik een soort techniek gevonden dat het toch wel lukte. Want ik ging dan iets ruimer de bocht nemen en dan er alvast naartoe sturen, waardoor het dan makkelijker werd. En wat goed ging is de kruisjes en het parcours. Super leuk dat jullie gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Het belletje zijn thuis natuurlijk heel erg fijn. En zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondag.